Reinders en Klaasie. Het is Reinders. Het is van ver. En het is de keeper die moet redden. Vijzic op de inzet van Tijani Reinders. Kuzmanovic. En daar het gevaar. Daar het gevaar. En de kopbal van Smailagic komt niet op doel. En dan staat alles weer dicht. Even nu. Kerkes, goed gespeeld. Odgaard, wellicht dat er nu wat uit kan komen. Ja, daar is hij. Nee, daar is hij niet. Pavlidis. Die nog buitenspel stond ook. Maar eindelijk tempo in de aanval van AZ. Kerkes, Odgaard. En dan in één keer duikt Pavlidis op. Maar de vlag is omhoog. Efjen. Pavlidis, nee. Efjen nu wel. Odgaard. Odgaard voor zijn linker. Odgaard, nu de voorzet. Efjen en daar De Wit met de 1-0. AZ op 1-0. En net als vorige week is het Dani De Wit. Het is voor het eerst dat een actie lukt. Dat Odgaard de achterlijn weet te halen en dat hij de voorzet kan geven. En dan uiteindelijk doelpunt te maken Dani De Wit. Daar Odgaard. Met Nukic. Die glijdt weg. Dan vergeet Efjen die bal te scoren, maar doet De Wit dat wel. En doet dat prima. AZ op 1-0 in Sarajevo. Maarten Zindi. Zit een overtreding? Nee. Dus uitkijken in de omschakeling. Nukic met snelheid. Smaljagic is mee. Verhulst. Net op tijd. En ja, dan zijn ze toch aardig snel in de omschakeling. Nukic. En bijna verrast hij daar Hobi Verhulst. Maarten Zindi. Kerkes is weg. Kerkes nu. Wat doet hij? Kerkes. Daar is niet de 2-0. Dan is die doelman toch wel belangrijk hoor. Maar wat redt Vejic dan de wedstrijd nog? Pavlidis. En die krijgt hem er uiteindelijk niet in. Hatsidiakos. Efjen. Nee, wel Efjen. Efjen. En die doelman verras je niet zo snel. De Wit en Pavlidis, 2-0. De goal van de Griek, Vangelis Pavlidis. Voor de neus van Vejic. Werkte die bal keurig netjes binnen. De voorzet met De Wit. En prima binnengelopen daar door Pavlidis. 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 Wordt het nog erger voor de Bosniërs? Jawel, want daar is Lachto. Nou, bij je debuut scoren. Het is natuurlijk heerlijk. Gavric brengt zichzelf in de problemen. Pavlidis houdt het overzicht. Lachto komt binnen en die tikt hem keurig binnen. Pavlidis met het overzicht. En Michael Lachto met de 3-0. Voor AZ. En hier is de 4-0. Prachtig afgemaakt door Fedde de Jong. Heerlijke goal voor hem.
En de voorzet is even mooi van Kerkes. Een van de talenten uit de opleiding van AZ. Maar het is AZ dat doorgaat in Europa, in de Conference League. Dankzij de doelpunten van Dani de Wit, Pavlidis, Lachto en Fedde de Jong. Wat in Alkmaar niet lukte. Een overwicht uitdrukken in doelpunten. Dat lukt in een tweede helft in Sarajevo wel.